Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit jaar is de provincie Flevoland gastheer voor de nationale viering bevrijding. En het thema van dit jaar is kiezen in vrijheid. Nou heb ik het genoegen om in aanloop naar die 5 mei viering een aantal mensen te spreken die een link hebben met Flevoland en die een mening hebben over het thema kiezen in vrijheid. Vandaag zetten we onze stoelen neer in Lelystad. Hoi, Famke. Dag Famke, ga zitten. Hi, ik ben Famke, ik ben 15 jaar, kom uit Lelystad en ik hou van schrijven. Vandaag en morgen. Elke dag. Elke minuut. Elke seconde. Keuzes maken. Waarom deed jij mee aan die gedichtenwedstrijd? Nou, ik vind sowieso gedichten schrijven heel leuk. Ik hou echt van schrijven. Het is echt mijn hobby. En ik wou eigenlijk graag meedoen aan een wedstrijd. Dus ik was eigenlijk gaan googlen en toen kwam ik bij 4 mei. En ja, 4 mei is natuurlijk wel een bijzondere gebeurtenis. We maken allemaal andere keuzes. In een andere tijd. Op een andere plek. Maar vandaag kiezen we samen. Waarom juist 4 mei? Omdat ja, ik vind herdenken heel belangrijk. Omdat ja, steeds meer mensen die de verhalen nog zelf mee hebben gemaakt, die kunnen ze niet meer vertellen omdat ze komen te overlijden. Dus ik vind het wel belangrijk dat we dat blijven herdenken. We kiezen samen om te herdenken. De keuzes te herdenken van anderen. Waarom moet dat verteld worden? Omdat ik denk dat als je herdenkt, dat je dan minder snel geneigd bent om dezelfde fout weer te maken. In vrijheid kunnen kiezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten we daarom blij zijn dat wij, hier in Nederland, kunnen kiezen waar we in geloven. Kunnen kiezen van wie we houden. Kunnen kiezen wie we zijn. Wat kunnen wij met z'n allen doen om onze vrijheid te behouden? Nou, ik denk dat wat we hier in Nederland natuurlijk hebben, vrijheid van meningsuiting, daarbij heel belangrijk is dat we ook niet bang moeten zijn om onze mening te blijven geven. Want bijvoorbeeld met terroristische aanslagen, dat je ziet dat we niet daarin aan toe moeten geven en dan maar moeten zeggen, oké, ik geef mijn mening niet meer. Want ik wel denk dat dat heel belangrijk is, dat als dat steeds meer weggaat, dat we steeds meer bang zijn om onze eigen mening te geven, dat dat op een gegeven moment ook onze vrijheid belemmert. Ons leven is een aaneenschakeling van keuzes maken. We maken allemaal andere keuzes, in een andere tijd, op een andere plek. Hoe ga jij met mensen om? Ik heb hele gevarieerde culturen, zeg maar, qua vriendinnen. Mijn vriendin, ene vriendin komt uit Mali, andere vriendin komt uit Georgië. En ja, dan kom je toch in aanraking met toch discriminatie en dat vind ik soms wel lastig. En wat doe je dan? Want zij mogen ook de vrijheid. Ja, zij mogen inderdaad. Dat is heel lastig. En dus ik probeer me dan wel in te houden, maar er toch van te zeggen, van proberen uit te leggen waarom ik vind dat we gewoon met verschillende culturen samen kunnen leven en dat we allemaal evenveel waard zijn. Maar ik vind het dan wel lastig om dan, als ik met hun in contact ben, daar dan toch niet over na te blijven denken dat die mensen dus vrienden van mij als minderwaardig zien. Zij, die nu herdacht worden, bepalen de keuzes van nu. Maar de keuzes van nu zorgen er soms voor dat de fouten van toen nog steeds herhaald worden. Ja, dat is waar. Maar ja, als je die mensen herdenkt, dan denk je toch aan de fouten die toen zijn gemaakt. Maar ook dat zij hun leven, dat is waar ik bij herdenken aan denk. Dat er mensen zijn die hun leven geven voor de vrijheid van anderen. Zij, die nu herdacht worden, kozen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Natuurlijk is er nog steeds te veel oorlog in de wereld, maar de derde wereldoorlog is nog niet gekomen. Dus ik denk dat het in die zin wel de keuzes bepaalt die we nu maken. Famke, herdenken of vieren? Herdenken. Kunnen wij er iets aan doen om die derde wereldoorlog niet te laten plaatsvinden? Ja, sowieso blijven herdenken. Want als je stopt met herdenken, dan ga je ook de fouten vergeten die er zijn gemaakt. Delen of geven? Delen. Nou heb jij zelf nooit een oorlog meegemaakt. Hoe komt het dan dat jij zo gepassioneerd bent erover? Waarom? Van waar die drive? Nou, natuurlijk is het heel belangrijk dat we nooit meer zo'n grote oorlog meemaken. En zelfs zit mijn vader, die zit in het leger. Dus daardoor komt het begrip oorlog toch wel net iets dichterbij dan voor andere mensen, denk ik. Ja, ben je wel eens bang als je vader weg is? Ligt eraan in welk gebied die is natuurlijk. Maar toen ik heel klein was, is mijn vader in Afghanistan geweest. En toen was ik toch wel bang. Ja. Dan ben je toch bang. Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. Wat is vrijheid voor jou? Gewoon je eigen mening kunnen geven zonder andere mensen per se ervan te overtuigen dat jij gelijk hebt. Maar wel kunnen zeggen wat je vindt.
Dat vind ik het belangrijkst, denk ik. Zij, die nu herdacht worden, vormen onze toekomst. Een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen. Voor onszelf of voor ons samen. Een toekomst voor ons allemaal.